Donderdag 16 januari hield de gemeente een informatieve bijeenkomst voor de bewoners van de Luistraak. Thema: een afvalloze samenleving en start van de pilot voor een nieuwe manier van afvalscheiden. Hartelijk welkom aan u allemaal. Waarom bent u nou hier vanavond? Nou, wat is er in het verleden nou gebeurd? In 2011 heeft de gemeenteraad van de gemeente Nuenen een nota duurzaamheid ondertekend, vastgesteld. En daarmee ook een ambitie afgegeven dat Nuenen energie neutraal en afvalloos in 2030 zou moeten worden. Pieter Reus opende zijn betoog met de noodzaak waarom wij moeten recyclen en afval scheiden. De ecologische voetafdruk van de Nederlander die is behoorlijk groot. Die is eigenlijk al bijna 6,5 keer te groot. Als je dan dat vertaalt naar een supermarkt, dan zou je bij wijze van spreken ergens tussen februari en maart al allerlei lege schappen tegenkomen. In april is de supermarkt leeg. Op die schaal leven wij. De gemeentelijke werkgroep heeft grondig onderzocht wat er voor afval in de grijze bak terechtkomt. Dat geeft verrassende resultaten. We gaan bekijken wat treffen we nou allemaal aan in die containers. Het grijze afval wat de mensen dus als restafval wegdoen. Nou, een overgroot deel is GFT. Voornamelijk eigenlijk keukenafval, de voedselresten. Dan een groot stuk papier, 7%, een paar procent luiers. Nou, dat kan heel goed aan de doelgroep te maken hebben dat hier nog weinig mensen zijn die bijvoorbeeld last hebben van medische problemen. Ik denk dat er ook heel weinig mensen zijn met kindertjes, als ik zo de zaal even rondkijk. Jonge kindertjes dan. Brikken, sappakken. Plastics, verpakkingsmaterialen, glas. U ziet het, het zijn allemaal stromen waarvan je zegt van ja, dat zijn toch prima herwinbare grondstoffen of herwinbare producten. En toch vinden we ze allemaal aan in die grijze kliko of in die restafvalcontainer. En slechts een bodempje is restafval, maar 1,5%. Landelijk gezien doet Nuenen het met restafval nog niet zo slecht. Maar het kan veel beter. De beste gemeente in Nederland, kom ik zo op terug, is Horstenemaas. Die heeft in 2012 nog maar 21 kilogram gemiddeld gehaald per inwoner op een heel jaar aan restafval. Dat is de nieuwe sorteerkampioen van Nederland in 2012. Nuenen, die heeft een gemiddeld 119. Dus jullie zitten in jullie hoogbouw ietsje hoger dan de laagbouw. Maar dat is niet vreemd. Dat zien we overal in de landen terug, bij hoogbouw en laagbouw. Vlieland, dat is natuurlijk een toeristisch eiland. En dan zie je ook terug, die worden platgewalst met allerlei toeristen. En dan zie je dat ook terug in de hoeveelheid afval. Dus wel een behoorlijk hoeveelheid verschil, hè? 21 om 640. Na het betoog van Pieter Reus gaat Hans Verhoeven van Blink nader in op de praktische uitvoering van de pilot. Wij gaan met u overleggen. U moet het doen. Wij gaan u adviseren, maar wij kunnen u niet verplichten. U moet een keuze maken. Pieter heeft deze bakken al laten zien, maar we hebben hier nog meer bakken, omdat wij heel duidelijk weten dat niet in iedere keuken hetzelfde bakje op de aanrecht of voor de aanrecht komt staan. Dus u kunt zometeen ook even kijken wat voor soorten dat we hebben. Want er zijn heel veel soorten zakken, heel veel soorten bakjes waarin u het kunt opslaan. Na de technische uitleg werd er een klankbordgroep ingesteld en de aanvangsdatum overeengekomen. Dus het is absoluut de bedoeling dat we vanavond eigenlijk namens de gemeente en Blink vragen wie wil meedenken in een klankbordgroep. Dat wil ik vanavond aan jullie vragen. Wie heeft er zin om mee te denken? Ik wil graag dwarsliggers, kritische mensen. Fantastisch mevrouw dat u dat wilt. Het is 2 mensen. Dank u wel. Zo meteen even opschrijven. Het zou fantastisch zijn als we dat met 6 mensen kunnen. Oké, dat zijn er een stuk of 8 mensen. Wie vinden dat het op dit moment... laten we het gewoon doen per 1 februari. Wie vindt dat? Dat is toch een meerderheid. Wij laten het alleen zien wat er eventueel te koop is. En wij bieden u dit aan, omdat wij denken dat het een goed formaat is. Dat is ook gebleken uit andere pilots. Om daar gewoon GF in te doen voor 1 of 2 dagen.